Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is heel warm buiten, maar hier binnen is het gewoon heel lekker cool. Dus we gaan vandaag weer een lekker werkdagje van maken. Ja, er komt weer heel veel nieuwe handel binnen, want in de vorige vlog liet ik allerlei dingetjes zien aan ondergronden en dat soort dingen. Er waren een deel ervan was heel snel uitverkocht, dus ik heb gelijk bijbesteld. Ik hoop dat het vandaag of morgen binnenkomt. Daarnaast heb ik nog wat andere dingen besteld die binnen zijn gekomen. Dus die ga ik uitpakken. En ik ga heel veel bloemwerk maken. Vandaag krijgen de examenkandidaten ook uitslag. Dus heel erg spannende dag. Daarvoor ga ik ook nog wat leuke stukjes maken. Dus ik neem jullie gewoon gezellig mee. Dus kijk gezellig mee. En doe alvast een duimpje omhoog als je er zin in hebt. Als je geslaagd bent, dan wil je natuurlijk taart. Dus even wat leuke feesttaartjes gemaakt. Bij een feestje waarbij iemand geslaagd is, kunnen natuurlijk rode rozen niet ontbreken. Dus ik ga ze even allemaal stuk voor stuk inpakken. Hoi, het is ondertussen de volgende dag. Gistermiddag kregen we de levering binnen van de schalen en die waren heel veel nabesteld. Dus we hebben gistermiddag eigenlijk met z'n allen echt keihard gewerkt om alle orders die nabesteld waren de deur uit te doen. En dat is gelukt, dus vandaar dat ik niet zo heel veel meer heb gefilmd. Maar ik ben aan het buiten zetten, het is echt al heel warm. Gelukkig hier binnen niet. Hier is het lekker cool omdat de airco draait. Buiten staat alles weer mooi. Ik ga even buiten water geven en dan gaan we vandaag verder met de dag. Ik heb dus de dozen binnen gekregen waar dus die schalen in zaten. Maar ook heel veel andere leuke dingen. Ik zal er alvast eventjes naartoe lopen. Want die ga ik jullie vandaag dan ook weer laten zien. En ik zal ook gelijk zorgen dat alles weer op de site komt zodat jullie dat kunnen bestellen. We hebben ook hele leuke glaasjes binnen gekregen. Heel mooi dik glas, maar ja, echt ook heel veel. Kijk, hier staat van die draadmandjes. Heel verschillende maten, is ook heel erg leuk. En weer ondergronden voor DIY, want die heb ik dan gelijk erbij besteld. Dus ik ga het nog een keer voor jullie op dezelfde manier doen, want iedereen was er heel enthousiast over. Ik ga nog veel bloemwerk maken, dus vandaag neem ik jullie ook gewoon weer mee, zodat de vlog toch leuk en lang wordt. Ik ga even water geven buiten en dan gaan we gauw verder met de dag. Alles staat er weer mooi bij. Heel veel mooie buitenplanten. De kast achterop nog weer gevuld. Super mooie verbena. Ik ga nu eerst even verder met alle binnenplanten er weer inzetten en prijzen wat nieuw binnen is gekomen water geven. En daarna ga ik alle nieuwe spullen laten zien. Zo, de plantjes staan er alweer mooi in. Die staan, staan er weer mooi bij en hebben allemaal weer goed water gehad. Dat vind ik altijd mooi weer uitzien als het allemaal weer zo mooi strak staat. Is het tijd om de spullen te gaan uitpakken en daarna ga ik bestellingen maken. En tussendoor maak ik al heel veel bloemwerk. Ik probeer het echt te filmen, maar het lukt gewoon niet allemaal, maar ik doe mijn best. Dus gauw door naar de spullen. Zo,
ik was de vlog aan het editen en toen kwam ik erachter dat hij hem helemaal niet goed heeft opgenomen. Dus ik was heel fanatiek en heel enthousiast alles aan het uitpakken. En nou zie ik dat ik die beelden helemaal niet heb. Dus, maar ik dacht, ik wil het jullie niet onthouden, want het zijn echt hele leuke artikelen. En ja, echt hele mooie kwaliteit. Dus ik dacht, laat je het toch zien. En je kan het dus bestellen via www.eurolimebloemist.nl. Daar vind je het onder woonaccessoires. Dus mocht je het leuk vinden, kun je dat daar bestellen. Maar ja, niet de eerste reactie van mij. Maar ik ben er niet minder enthousiast over. Want het zijn echt super mooie producten. En ook betaalbaar. Dus dat is ook wel leuk. Allereerst, en deze vind ik echt heel leuk. Ik denk dat ik die ook in huis zet. Deze bolvaas. Een beetje ja, goud. Ook een geel met een gouden dop. En het leuke hieraan is dat je met een paar bloemetjes, als je er een paar bloemetjes inzet, dan staat het echt al heel erg mooi. Omdat ze dan de bloemen vallen niet uit elkaar. Dus je kan heel speels en heel makkelijk daarin bloem schikken. Dus echt een super mooie vaas. Dan deze planten. Pot, bak, frame. Ja, industrieel. De frame is goud en het potje is ja, een beetje groen-blauw. Echt heel mooi. Echt heel leuk vind ik deze. Deze vind ik ook leuk straks in mijn huis. Dan deze bollen. En dit vind ik echt heel leuk. Want ik vind dit marmer. Ik weet niet hoe je het noemt. Dat printje heel erg mooi. Ik hoop dat jullie het goed op beeld kunnen zien. Maar het is ja, heel donker. Blauw-zwart. Met een marble printje. En die heb ik in het groot en in het klein. Zo, ik heb jullie even omgedraaid. Want ik denk dat jullie het nu qua kleur beter kunnen zien. Kijk, echt heel erg mooi. Ja, deze vind ik ook echt heel mooi op een schaal. En hier heb ik een leuk idee mee. En die heb ik ook in een vaccinehouder. Die vind ik ook echt heel mooi. Echt heel gaaf. Het is een soort hout. Ja, je zult het niet zeggen, maar het is een soort hout. Het is ook best wel zwaar. Dan deze leuke plantenpot, industrieel. Ik denk dat het pot maar 12 of 14 is, maar de maten staan allemaal online bij. Met hout in een donkere klus vind ik ook echt heel erg leuk. Die zou ook zo bij mijn huis kunnen passen. Dan deze stoere draadmandjes in twee maten. En ik vind het ook leuk om hier, als je hier een plant in poort, om dan los eromheen te doen. En dan er binnenin. Ik weet niet of ik zie het al helemaal voor me. En dan zo als setje bij elkaar. Heel erg leuk. Ook heel leuk voor Vaderdag. En wat dan ook leuk is voor Vaderdag, eventueel zo'n mandje en dan een flesje bier erin en een paar nootjes. Dus dan heb je ook echt iets heel stoers. Dan dit leuke frame. En hier ga ik denk ik nog een DIY mee opnemen. Maar ik vind hem echt super gaaf. Leuk om een klein bloemstukje in te doen of een kaarsje. Echt heel erg leuk. Het is een zwart met goud. En deze kun je er zo aanhangen. Het zijn een beetje soort schommeltjes. En dan heb ik nog een hele mooie ondergrond. Een dienblad op pootjes. Dat maakt hem wel net weer even anders. En hij is in het midden lager dan aan de bovenkant. En ik vind het ook echt super gaaf. Met, ja, ik heb allerlei dingen in de hand. Dus ik ben echt niet handig. Met die bollen erop. Ging niet al bijna. Die bollen of die vaccines. Op een rij is ook leuk. Maar ik vind die bollen hier ook echt geweldig mooi. Ik vind sowieso bollen altijd heel erg mooi. Daar ben ik altijd enthousiast over. En daarbij heb ik ook nog een touw. En die kan je er mooi als decoratie tussen doen. Of ik had hem in gedachten voor een DIY pakket. En deze komt misschien ook nog wel met een DIY pakket online. Ligt een beetje aan hoe hard ze gaan. En deze houten vogeltjes. Echt super leuk. Houten musje. Zeg eens, ik hoop dat hij snel scherp stelt. Kijk, hoe leuk. En dat is natuurlijk ook altijd leuk op zo'n dienblad om erbij op te zetten. Dat was het geloof ik wel een beetje. Mochten er nog meer artikelen zijn, dan zet ik die ook online. Dus hou gewoon de webshop in de gaten. Ik ga het elke keer bij aanvullen. Maar mochten jullie het leuk vinden om het vaker zo in een video te zien, laat het vooral eventjes weten. Want dan ja, weet ik ook dat jullie het leuk vinden. Dus ja, dat was eigenlijk dat. En dan gaan we nu weer verder met de vlog. En ja, daar is voor de rest alles wel goed gegaan met de beelden. Dus kijk gezellig verder. Ziet, hebben we heel veel pakketten klaarstaan om het hoekje. En die gaan we gauw wegbrengen, zodat ze allemaal vandaag op de post zijn en iedereen voor het weekend binnen heeft. En ja, dan zit de dag er ook al bijna op. Het is voorbij gevlogen. We zijn heel druk geweest met inpakken. Dus ja, goed dagje.
Zo, tijd om nog even wat bestellingen te maken. Een mooi plukboeket dat ik nou ga maken. Probeer het elke keer te filmen, maar dan komen er weer klanten tussendoor. Wat natuurlijk goed is, maar dan is het wat lastiger filmen. Maar ik zet het boeket voort. Zo, ik ga nog even een video opnemen, zoals je achter me ziet. Ik heb weer een leuk idee. Ik heb wel heel veel leuke ideeën naar al die leuke ondergronden. Die staat al online als jullie deze vlog kijken. Dus mocht je dat leuk vinden, dan kan je daar naar kijken. Dat is dan de eerste video terug, laat maar zeggen. En dan ga ik ook deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het wel leuk vonden om weer te zien wat ik allemaal heb gedaan in de winkel. En ik ben een beetje dichtbij, maar... Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En vond je het leuk, doe even een duimpje omhoog. Wil je iets zien in mijn dag hier in de winkel? Laat het me dan vooral weten. Ik probeer zoveel mogelijk te filmen. Maar ik zit natuurlijk met tussendoor de klanten helpen en dat soort dingen. En dan film ik natuurlijk niet. Dus ik probeer her en der wel wat voor jullie te filmen. Maar mocht je nou iets speciaals willen zien, laat het me vooral weten. Want dat vind ik heel erg leuk. En dan ga ik er misschien wel mee aan de slag. En dan zie je mij de volgende keer weer. Vind je nou ook leuk dat ik dus... vaker laat zien als er nieuwe dingen binnen zijn gekomen. En dat je dat ook online kan bestellen en zo. Laat het ook vooral weten. Want het is dus allemaal nieuw. En mochten jullie nou echt zeggen, nou dat hoeft voor mij niet. Ja, laat het ook weten. Maar aan de reacties te zien en de vele bestellingen denk ik wel dat jullie dat leuk vinden. Dus nou, in ieder geval, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Doei!